Luister je even mee naar Boemba? De hoed van Pietro. Boemba en zijn vriendjes schrikken wakker. Pietro, de circusdirecteur, is zijn hoed kwijt. Op zijn hoofd staat nu een melkfles. Iedereen helpt zoeken. Pietro kijkt in de kast, Boembaloo in de kist. Boemba kijkt in de keuken. Waar is die hoed toch? Boembaloo zoekt onder het tapijt. En Boemba zoekt in de koelkast. Wat is dat? De hoed van Pietro. Pietro toch? Je hebt je hoed met de melkfles omgewisseld. Dank je wel, Boemba. Heb je genoten van dit verhaaltje? Zou je er graag meer beluisteren? Abonneer je dan gratis op dit kanaal. Iedere week komen er nieuwe verhaaltjes op. Geef alvast een duimpje aan ieder verhaaltje dat je leuk vond.